Kluivert, ja! Kluivert 1-0. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Je moet gewoon doen. Ajaxide, daar zijn we weer op de vrijdag. En ik moet je zeggen, het was een hele rare, idiote week. En dat geldt denk ik voor heel veel supporters ook. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er is gebeurd bij Ajax. En wat er met Mark Overmars en vooral ook de mensen die bij de club werken is gebeurd uiteindelijk. We gaan het er echt vandaag wel over hebben, want je komt er helaas niet omheen bijna. En Lindy, welkom. Dankjewel. Jordi, welkom ook. En Floris, ja, welkom. Hoi. Roy, die had dus een coronagevalletje in een family, zeg maar. Nou, uiteindelijk is dat ook op Roy overgeslagen. Dus Roy, heel veel beterschap. Die zit nu in quarantaine en die is volgende week volgens mij gewoon weer bij. Maar ja, even terug naar deze week. Eigenlijk is dit een fantastische week, zou ik zeggen, normaal gesproken. Ajax speelt 3 keer thuis. Ja. En gaat Heracles, Twente en tussendoor een mooie wedstrijd tegen Vitesse. Dus het zijn ook nog tegenstanders waarvan je denkt, nou, daar hebben we wel zin in met z'n allen. En dat werd opeens zondagavond heel erg anders. En dat gold voor alle supporters. En omdat ik ze ook waardeer, ook bijvoorbeeld voor Kale en Kokkie. Dit verwacht niemand, weet je. En, maar je moet ook zeggen dat dat een goede domper op je zondagavond was. Nou, dat kan wel stellen, ja. Kijk, als dit daadwerkelijk gebeurd is, en er zijn er maar een paar die weten wat in de sms'jes gestaan heeft, dat is Overmars, dat zijn de betreffende dames en dat is Ajax, dan heeft Ajax een goede beslissing genomen door dat te doen. Maar dat neemt niet weg dat het voor de club Ajax een hele kwalijke zaak is. En zo is dat natuurlijk, hè. Ja, wij gaan zeker niet filosoferen over dit of dat en wie en wat en allemaal, want we zijn er gewoon niet bij geweest, dus dat doen we niet. Maar dat het ons als supporters natuurlijk raakt, lijkt me heel erg logisch. Ik had er ook echt heel erg buikpijn van, Floris. Hoe kwam het bij jou? Ja, nee, ik moet je zeggen, ik kreeg het nieuws pas maandagochtend mee, want ik lag om 11:30 s'avonds, ik lag al op één oor. Ja. Dus ik zette maandag mijn laptop aan om de dingen van Ajax Heracles uit te werken met een vrolijk gemoed. En toen las ik dit in platte tekst op de app. Ja, dat was wel even uit het lood geslagen. Sowieso vond ik het heel onwerkelijk. Ik raakte er wel door overvallen. Ik twijfelde of het echt was ook. Ja, dus je gaat, had ik ook even een ja, dus ik ging ook wel even naar Ajax.nl van, joh, klopt dit eigenlijk wel? Wat, ja, en dat bleek. Nou ja, dat is natuurlijk een drama voor alle betrokkenen. In de eerste plaats voor de vrouwen om wie het gaat. Ja. Maar natuurlijk ook voor alle collega's en familie van Mark Overmars. Al die mensen natuurlijk. Ja, dat heeft zo'n ongelooflijke schade, richt dit aan voor de mensen die zeg maar door getroffen zijn. Lijkt mij ook, toch? Ja. Het lijkt me ook iets waar je gewoon niet zomaar mee om kunt gaan, ook als mens, als je dus het slachtoffer bent. Dus weet je, dat is iets wat nog heel lang ook zal doorwerken, lijkt me. En nou goed, inderdaad, de reactie van de club was eigenlijk, we hebben bespreekbaar gemaakt binnen de club. En er is een mail rondgestuurd. Vervolgens, toen bekend werd dat Mark Overmars bepaald gedrag heeft vertoond, hebben ze meteen erop gereageerd door Mark Overmars. Of hij is zelf opgestapt uiteindelijk, maar richting non-actief te gaan. Nou, dat lijkt mij ook, wat Kale en Kokkie net ook zegt, dat lijkt me de enige juiste beslissing, toch? Ja. En vervolgens is het dan woensdag. En dan woensdag is eigenlijk Ten Hag voor de camera. En wat vonden jullie ervan? We gaan hem zo ook even horen, want ik vond hem heel goed. Maar Lindy, jij was bij de wedstrijd ook. Hoe, ja, ik vond hem over? Echt uitermate sterk. Wat ik heel knap van hem vond. Je verwacht misschien dat er een soort van ingestudeerd mediaverhaaltje komt. Maar hij bleef eigenlijk heel dicht bij zichzelf. Hij sprak echt vanuit zijn hart. Ja. En ik denk, als je dat doet,
dat je dan misschien ook niet zoveel fout kan zeggen. Ja. Maar hij was zichtbaar geraakt. Hij vond het echt heel erg. Ja. Sprak ook zijn medeleven uit naar de betrokken vrouwen. Ja. Ja, ik vond het gewoon onwijs sterk. Heel ja. goed, hè? Ja. En dat hebben wij zelf ook. Weet je, wij zijn er zelf niet bij geweest. We weten allemaal niet hoe het in detail is gegaan. We kunnen alleen als vanuit ons supportershart zeggen dat dit natuurlijk een drama is voor de mensen die het betreft, maar ook voor de club zelf en hoe het op de lange termijn gaat. Maar Ten Hag zei er het volgende over. Hij was totaal verbijsterd. En ja, dit is gewoon rampzalig. En ja, met name voor de gedupeerden en met name voor de vrouwen. Het leed wat ze is aangedaan, ja, daar heb ik het moeilijk mee. Ja, dat lijkt me, er zit verder geen Chinees tussen, dat is heel duidelijk, toch? Het gekke is eigenlijk vooral dat natuurlijk John Heitinga als trainer van Jong Ajax als allereerste de vraag op zich afgevuurd kreeg, omdat Jong Ajax die maandagavond direct speelde. Ja. Nee, dat klopt. We komen ook zo even bij Daily Blind, Lini, want die heb jij natuurlijk ook gesproken in de mix zo na afloop. Toen ging het ook gelukkig weer veel meer over voetbal. Maar wat jij zegt is natuurlijk eigenlijk dat de contracten met de zendgemachtigden bepalen dan uiteindelijk wie er als eerste een reactie gaat geven. Ja. Dat vond ik zelf wel opvallend. En ik had dus echt eerlijk gezegd verwacht dat Van der Sar veel eerder ook misschien naar buiten zou treden, maar... Ik denk ook dat dat als club veruit het sterkst was geweest. Dat je algemeen directeur het woord richt tot het grote publiek. En, die kant van het verhaal vertelt het feitelijk wat er gebeurd is. En hoe je als club daarop vervolgens gehandeld hebt. Ja. Ten Hag zelf, die was daar redelijk nuchter over. En die zei, weet je, het nieuws is allemaal heel vers. En dit zijn nou eenmaal de contractafspraken met de centgemachtigen. Dat trainers rondom wedstrijden de media te woord staan. Dus stond Heitinga daar maandagavond. Dus sta ik hier nu maar. Ja, het werd hem ook gevraagd, inderdaad, heel expliciet. Dat klopt ook wel. Wat ik me kan voorstellen is dat je misschien ook heel erg uit het lood geslagen bent, net als wij. Het zal veel sterker zijn als je een soort twee eenheid heel veel dingen in zakelijke sfeer goed hebt voor elkaar hebt gekregen bij de club. Maar dan nog zou ik het gewoon goed vinden als hij gewoon wel duidelijk uitlegt. En hij stond ook in het persbericht, dus dan vind ik het ook zo gek. Ja, nou, ik ga ervan uit dat het ook nog wel volgt. Ik kan me niet voorstellen dat hij ondergedoken blijft. Dus ik denk dat er ook nog een reactie gaat volgen. En wellicht dat ze dat doen via het eigen clubkanaal. Dat ze het op die manier nog beter kunnen regisseren. Ja, dat is ook het zou heel verstandig zijn. Dan heb je een soort van gecontroleerde omstandigheden waarin je dat dan doet. En waarbij je ook kunt zeggen, nou, we laten het voor ons nu hier even bij. En dat zou ik ook heel sterk vinden eigenlijk, toch? Ja, nee, maar hij moet wel nog naar voren komen. Ja, lijkt mij ook, zeker. Wat ik ook wel weer stoer vond, ik vond Ten Hag dus heel goed. Maar ook Daly, die heb je gesproken, Lindy. Ja. Mixzone, stond hij daar, met heel veel journalisten natuurlijk eromheen. Ja, het was drugs in de mixzone en dat is begrijpelijk. Maar hij was, hij stond er eigenlijk nog steeds vol ongeloof. Ook gelijk hetzelfde als Ten Hag, medeleven uiten naar de betrokken vrouwen. Ja. Vertelde, hij sliep zelf nog niet. Veel mensen lagen natuurlijk al op één oor toen ze het nieuws kregen. Hij was zelf nog wakker en reed de volgende ochtend naar de club met de gedachte, oké, dit gaat het gesprek van de dag worden. Ja. Daar hebben ze een gesprek gehouden met de hele selectie. Wat er precies is besproken, dat wilde hij niet zeggen. Maar hij zei ook wel, dat kan je zelf al invullen. Ja. Maar daarna moet de knop ook weer om bij de selectie. En dat zei hij ook. Uiteindelijk is het onze taak om het op het veld te laten zien. Ja. En we hebben het geprobeerd niet te veel invloed te laten hebben. En volgens mij hebben ze dat tegen Vitesse ook al laten zien. Ja, dat was ook. Er werd even vooraf ook gedacht van, gaat dit nou ook invloed hebben op het sportieve resultaat? En toen dacht ik bij mezelf van, deze jongens hebben zeker een groot deel van deze groep hebben hele gekke dingen al meegemaakt tot nu toe. Dat kan je zo hebben bij een club. Mm-hmm. Ja. Maar er is natuurlijk al wel wat voorgevallen ook in het verleden met verschillende... Dat zei Daly ook letterlijk op het einde van... we hebben al heel veel meegemaakt, maar we hebben ook al wel meer overwonnen. Dus Ja, dat is de enige goede instelling. Maar... Dat is zeker zo. En ik weet niet, Floris, jij zat ook gewoon als supporter op de tribune, net als ik, hè? Ja, weet je, we hebben allemaal op onze eigen wijze buikpijn van wat er allemaal bij onze club is gebeurd. Maar tijdens Ajax-Vitesse genoten we wel weer echt puur van het spel. En ja, die twee zaken kunnen gelukkig ook naast elkaar bestaan. Ja, dat is het gekke als supporter. Hè? Want allereerst is dit natuurlijk gewoon verschrikkelijk wat we al zeiden voor de voor die vrouwen. Het is gewoon verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. En tegelijkertijd denk je toch als supporter ook verder van, wat betekent dit voor het voetbal, voor de club, voor de toekomst. Want uiteindelijk gaat het wel om je directeur voetbalzaken. Nee, en zullen daar ook gevolgen aan zitten. Ja. En dat is best wel lastig, want als je dat
uitspreekt, zeker, zullen er ook natuurlijk altijd mensen zijn. Dat is niet iets waar het nu om moet draaien. Helemaal ja, waar, want ja, in eerste instantie denk je aan die vrouwen en denk je aan hoe verschrikkelijk het is wat er gebeurd is. Ja. Maar als supporter kijk je natuurlijk wel ook verder van wat zijn de gevolgen voor onze club. Nee, maar dat is ook zo. En dat was toch ook een beetje voor de wedstrijd. Ik dacht van hoe ver is het ook naar binnen in een selectie geslagen en gaan ze daar door minder presteren of zo. Nou, ja, ja, ik zal wel weer een zacht ei zijn, maar het stadion zat niet vol, hoor. Dat weet ik allemaal wel, maar ik zat naar Ajax te kijken en ik zag hoe iedereen genoot van wat er op het veld gebeurt. En dat raakt mij dan, zeker in deze tijd. Ja, we hadden ook allebei, je had een tweet en die heb ik ook beantwoord met een tweet, Ajax gewoon hartje. In de zin van, ik eigenlijk supporter door geworden, wat ik op het veld ja, zie. En ik wist ook gelaars eromheen. Ja, en ik wist ook verder niet wat ik er verder over moest zeggen. En ik wilde ook allemaal niet op sociale media. Iedereen heeft mening. En ik ga mijn mening er verder niet te veel over geven. Want ik weet ook gewoon te weinig om daar om heel wijs te gaan lopen doen op sociale media. Maar nee. Ja, een hartje voor dit Ajax, wat ik woensdag zag. Dat voelde ik zo. Nee, en dat had ik zelf ook. Dus daar was ik het ook helemaal mee eens. Ja, ik hoop gewoon dat de mensen die het betreft gewoon de allerbeste begeleiding krijgen die er maar te vinden is. Ja. En dat die gewoon daar langzamerhand gewoon weer hun leven gewoon goed kunnen oppakken en daarmee verder kunnen. Hoe dat gaat, het is natuurlijk per individu verschillend. Ik wil toch even inderdaad hebben van als je dan een nieuwe technische directeur zou moeten hebben. Is dat nu al zover? Moet Ajax dat snel doen, denken jullie? Of kunnen ze daar de tijd voor nemen? Erik ten Hag gaf dat ook wel terecht aan toen we hem dus spraken na die wedstrijd tegen Vitesse. Ik vind het heel ongepast om het daar nu al over te hebben. Want het is allemaal nog zo vers. Laten we het eerst eens laten inzinken. Laten we zorgen dat we in ieder geval deze week doorkomen. En dan is rustig gaan verder kijken wat de consequenties zijn. Ja, kijk, vanuit het clubbestuur zal daar nu natuurlijk wel over nagedacht moeten gaan worden. Want voor je het weet breekt de transferzomer weer aan. Eigenlijk moet dat natuurlijk al in de maanden daar voorafgaand al helemaal voorbereid. Ja. Dus ja, er zal snel gehandeld moeten worden. Alleen het is wel allemaal heel vers nog. Zeker. Laten wij ook gewoon, want we gaan er natuurlijk op terugkomen. Er komen weken aan waarin we het er ook echt over moeten gaan hebben. Want dan wordt het ook veel concreter. Ja, als supporter kan je gewoon zeggen dat dit wil je gewoon niet voor je club, voor de mensen die daar werken. Nee. Dit is gewoon echt een drama inderdaad. Goed, het voetbal daarentegen inderdaad, Floris en anderen, want jullie zaten natuurlijk zeg maar op de perstribune ook, Jordi ook, en jij hebt daarom ook ten harte gesproken. Ik vond Anthony echt ongelooflijk goed weer. Ja, zeker. Om maar eens mee te beginnen. En niet alleen Anthony. Nee. Dat is echt fantastisch. Nee, die linkerkant, ik zit normaal gesproken, ik zit natuurlijk op de perstribune, dat is vrij hoog in de nok van het stadion. Of op een seizoenkaartstoeltje. En die zit ook vrij hoog in het stadion. En ik zat nu eens gewoon op de eerste ring, zeg maar, ter hoogte van de middenlijn. En ik had echt op een gegeven moment het driehoekje Blind, Berghuis en Tadic voor mijn neus. Oh. Ja. Dat was dynamisch. Dat is gek, hè? Ja. En ik zat er echt met mijn snot koken bovenop. Nou, ik heb echt wel genoten, hoor. Ja. Hey, man. Ja. Ja, Anthony kan ook voor Brazilië gaan turnen straks. Ja, dat is Olympisch goud, hè? Ja, Olympisch goud, zeker. Dat was een 9.4. Ja. Zo, weet ik veel, toch? Ja, dit zou echt heel goed. Had ik hem ook nog niet eerder zien doen. Nee, ik vind het altijd een beetje spannend als spelers dat doen. Ik denk, straks land je verkeerd en dan is het klaar, zeg maar. Ja. Heb ik ook altijd als een berg over elkaar heen gaan juichen. Ja. En is degene die, hoe gaat het met die onderste? Ja, die onderste. Hoe komt die er onder vandaan en zo? Ja, wat ik ook wel mooi vond was het, en dat vind ik sowieso leuk om te zien, het ontzettende plezier wat er van Berghuis afspat. Maar die probeerde een beetje de Neres-rol over te nemen door dat tegen elkaar aan te springen. Ging niet helemaal goed, hè? Ging niet helemaal goed. Moet nog een beetje oefenen. Even trainen. Nog. Ja, maar met Anthony samen. En ik heb het sowieso wel het idee dat die twee het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Ja. Dus, ja, ook op het veld hebben ze echt een goede klik. Maar je ziet ook naast het veld steeds vaker fotootjes van die twee voorbij komen in de kleedkamer. Of ze hebben ontzettende lol met elkaar. Ja, ik vind dat heel grappig. Ja. Volgens mij zegt dat ook heel veel gewoon over het gevoel binnen een ploeg. Hè, en hoe ze bezig zijn aan een seizoen. Ja, klopt. Even naar het voetbal gekeken dan ook. Gravenberg, dat verklapte zijn maatje Berghuis, want ze zijn allemaal vrienden van elkaar volgens mij. Ja. Gaat waarschijnlijk dan zondag wel weer beschikbaar zijn, nu dan ook. Moet Ryan Gravenberg dan ook meteen spelen in jullie optiek? Ja, het is natuurlijk de vraag. Hoe, echt een hele lastige vraag dit. Ja. Ik denk persoonlijk, als ik zie hoe waanzinnig lekker het liep, dat ik vast zou houden momenteel aan dit middenveld. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Ik denk dat het misschien ook van de tegenstander afhankelijk is. Ik denk dat je dat in de Eredivisie best kan maken. Ja. Maar stel je komt straks tegen Benfica te staan. Ja, dan is het toch een redelijk aanvallend middenveld. Dan wil je misschien toch iets meer stootkracht in de vorm van Gravenberg hebben. Ja, de grap is dat Gravenberg, als hij dan al kritisch bekeken mag worden soms, door ons misschien.
Dan denk ik dat hij verdedigend soms af en toe even wat er in zijn rug gebeurt, zeg maar, dat hij daar moeite mee heeft. En Klaassen niet. Dus dat zag ik in dit geval dan op dit middenveld ook. Er was altijd wel weer een slot op de beurt met Alvarez natuurlijk ook. Hè, want het is allemaal wel een... We kunnen wel heel erg naar individuen kijken, maar het gaat om de combinatie van mensen, zeg maar. Dus ik vind het wel spannend. Ik vind in ieder geval dat de opties zijn weer... Alvarez speelde wel met de punten achter, want die ging ook echt de bal ophalen achterin. Ja, ja. Nou, klopt. Ja, dat was wel grappig. Zo. Iedereen had het natuurlijk na afloop over Anthony en Berghuis. Maar we hebben natuurlijk ook onze eigen verkiezing van de Ajax-Heat van de wedstrijd. En daar kwam Alvarez als winnaar net aan, dat wel. Ja. Maar uit de bus rollen. Dus het is wel grappig dat mensen hem... Ze zien het ook echt en ze waarderen zeg maar ook echt dat hij die taak op zich neemt. Juist. Want af en toe kwam... Ja, Vitesse creëerde zo vrijwel niks. Nee. Maar als ze er dan een keer doorheen kwamen, dan stond Alvarez daar weer als slot op de deur. Ja, ik vond het wel mooi, want Vitesse die had vooraf natuurlijk best grote woorden met hè, we hebben alle vertrouwen en niet meer poep in de broek en zo. Ja. En het is echt niet zo dat Vitesse per se slecht speelde. Dit Ajax was gewoon echt serieus goed. Ja. Ja. En mensen, jullie hebben de verstand van jullie hebben gestemd. En inderdaad, Ajax ziet van de wedstrijd, kun je in iedere wedstrijd doen. Alvarez, ja. Timmer, die mocht ook nog heel even op het middenveld. Hè? Want Alvarez ging eraf op een goed moment. Per Schuurs kwam erbij. En hoe vonden jullie dat? Het is ook natuurlijk een beetje proberen. Dat kon natuurlijk wel bij 4-5-0. Ja, ideale moment om daarmee te experimenteren natuurlijk. Ja. Ik blijf wel van mening dat Timmer gewoon het allerbest tot zijn recht komt op de plek waar hij normaal staat. Maar het kan nooit kwaad om het ook ergens anders een keer uit te testen. Ja. Wat vonden jullie van Rens? Ja, nou ja, ik vond hem heel goed. Ja. Maar dan dacht ik ook van ja, komt dit nu omdat de rest ook zo heel goed speelt? Maar hij had een dynamiek die ik bij hem niet zo heel... vaak heb gezien. Het leek echt alsof hij er of hij on fire was, gewoon heel goed. Echt heel goed. Ja. We weten nog niet of Noes er weer bij is komen in het weekend, hè, volgens mij. Nee, er is geen, omdat het natuurlijk midweeks gespeeld is, is er geen persconferentie. Nee. Dus we kunnen het in die zin niet aan Ten Hag vragen. Wellicht dat er later vandaag, als dit online komt, misschien nog een gesprekje met Ten Hag op de website komt, waarin dat duidelijk wordt. Maar tot dusver weten we niet of Noes erbij is. Nee. Nou ja, we hebben in ieder geval gezien dat Rens hem prima kan vervangen als het nodig is. Ja, dat is echt uitstekend. En zo komen er dus steeds meer opties. Want we hebben ook Taylor natuurlijk die inviel. En als Taylor dus ook veel aanvallender mag staan, zeg maar, ook omdat de wedstrijd er toe staat, vind ik hem ook weer, dacht ik ook van, nou, valt me ook allemaal weer ja, en wat was er weer veel liefde voor Nico ook, hè? Ja. Dat is mooi, hè? Maar dat invallen, dat wordt bijna echt een momentje, hè? Ja. Ik zei het in het stadion, ook tegen Linnie was dat van... Het doet bijna denken, die manier van adoreren, aan hoe dat met Messi in Camp Nou ging. Dat Messi en hier met Nico, het... Ik hou hem liever nog een beetje bij Ajax. Niet maar in de tweede periode hier. Ook man van glas, dus vaak geblesseerd. En toen ging hij warm lopen, was... tegen Volendam of zo, geloof ik. Nou, echt dat hele stadion, echt Liedmanen, jongen, echt schitterend. En dat was dan denk ik van, ja, weet je, we hoeven niet eens zo ver te kijken, want Messi is mooi, maar Liedmanen, het leek er ook heel erg op. Alleen die jongen zelf, Nico, ja, die moet het nu hiermee doen. Daar hebben we het al eerder over gehad, toch? En hij is nuttig, hè, toch? Ja, nee, hartstikke. Zeker straks Europees, verwacht ik dat. Ik vond ook dat hij goed inviel. En wat ik zeg, ik nogmaals, dat zei ik vorige keer ook, ik denk dat Nico nog veel meer minuten krijgt deze tweede seizoen zelf dan hij misschien zelf denkt. Ja. Ja, het zou zo dat kunnen. Denk ik ook echt. Zeker. Dan die 1/3. Hoe vond je? Jullie waren echt een beetje aan het werk nog, hè? Maar wat vond jij, Floris? Ja, nou ja, het is weet toch je, een beetje onheimisch nog. Nee, ja, hartstikke. Ik bedoel, het is belangrijk nog niet wat het moet zijn. Ja, dat is duidelijk. Ja. En maar ja, ik vind het in ieder geval fijn voor de mensen die er zijn. Dat ze ervan genieten. En ja, als ik om me heen keek, die mensen genoten ook van wat. Ik bedoel, hoe kan je niet genieten van dit Ajax? Alleen. Ja, je wil dit in een vol stadion, maar dat mag duidelijk zijn. Zo'n wedstrijd als tegen Vitesse, ja, dat had gewoon in een vol stadion gemoeten. Ja, en dan is het ook nog zo gevoetbald. Dat was echt ja, nou, maar daarom. Ja. Ik denk ook dat iedereen die erbij was gewoon het gevoel heeft van ik wil zo snel mogelijk weer. En het ging in dat perspraatje met Ten Hag, gaf hij dat ook zelf nog aan in een van zijn antwoorden. Van ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ook onder de spelers, dat iedereen er iedere wedstrijd maar bij wil zijn. En dat is natuurlijk het allermooiste om te kunnen constateren. Waar ik vooral heel erg van genoot, en ik denk dat dat dan ook overslaat op de mensen die in het stadion zitten, het ongelooflijke plezier van wat van dit Ajax afspatten. Dat is echt heel super. Ja, en erg lekker natuurlijk dat nu Brobby net is weggevallen, dat Haller ook gewoon laat zien dat hij na dat Afrika Cup avontuur dat de neusje voor de goal nog altijd heeft. Hè? Nou, die ene goal die hij maakte was ook weer een echte spitse goal. Ja. Echt, hè? Ja. Die tweede goal was sowieso echt bizar mooi. Ja. We begon natuurlijk bij Anthony die... zowat iedereen bij Vitesse eventjes te kijken zetten langs de zijlijn. Ja. Terug naar Timber.
die speelt Klaas in. En hoe Klaas me dan ook weer in één keer gewoon achterloos. Alsof het niks is. Ja, maar Klaas kan ook gewoon wel voetballen. Ik bedoel, ik vind dat er soms wel heel schamper over Klaas gedaan wordt. En als ik soms zie hoe mensen reageren als Klaas dan in de basis staat. En hoe verneinigd er wordt gereageerd op een echte Ajax-ziet. Hey, je mag alles vinden over of je er wel of niet in moet staan. Maar de dingen die soms over Klaas gezegd worden, denk ik, je moet even afvragen of je wel Ajax-ziet bent. Ja, maar we komen nu in een fase dat het echt wel nog steeds veel meer toe gaat doen. En dan ben ik gewoon iemand die zegt, van, is het nou Gravenberg die we nu nodig hebben of Klaas in combinatie met Alvarez? Als ik naar je kijk, dan denk ik dat jij Klaas... Ik denk dat het ook helemaal niet zo slecht is. En het is inderdaad wat Lindy misschien zegt. Het hangt er vanaf tegen wie je voetbalt en wat de tegenstander is. En dus zondag bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat het een topduel is. Maar moet je één tegen... Moet je ook kijken naar welke waarde iemand vertegenwoordigt, vind je? Nee. Nee? Ten Hag doet dat sowieso niet. Nee, Ten Hag doet het niet. Ik wil gewoon resultaat als supporter. Nee, oké. Okay. Weet je, ik krijg dat geld niet om een rekening. Nee. Toch? Zo is het was het maar zo. Nee. Dus ik wil gewoon het liefst winnen eigenlijk. Toch. Ja. En Gravenberg moet echt nog wel soms dingen leren waarvan ik denk, dat Klaas heeft het gewoon door. Dus nou ja, goed. En dan weet je dat het beide kan. Ik denk ook dat het mooi misschien wel goed is voor Gravenberg om nu eventjes in die zin vanaf de bank toe te kijken. Misschien roept het ook wel iets bij hem op. Je hebt het bij Klaas gezien. Die heeft een enorme wilskracht om zich weer terug te knokken in de basis. En ja, je hoopt dat dat nu bij Gravenberg ook gebeurt. Kunnen jullie Donny van der Beek nog herinneren? Ja. Die heeft er ook een tijdje naast gestaan. Ja. En daarna is dat ook best wel weer gewoon helemaal Martinez Idemlito toch gekomen. Ja, nou, dat klopt ook zeker. Dus het is helemaal niet zo gek. Dat is misschien wel een schoolvoorbeeld, ja. Martinez. Ja, precies. Zo. En Ryan Gravenberg is echt nog jong, hè. Oh, god. Toen kon ik echt dat mag je dan niet zeggen van dat hij jong is. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, zijn jongens 19. Ja. Zo is dat. Nou, was dit eigenlijk, denk jullie, Ajax-Vitesse misschien na Ajax-Dortmund de beste wedstrijd van dit seizoen? Ik vind het wel. Ja. Ik vind van 100%. Wel. Ja, ik heb dingen gezien. Dat was echt opvallend goed gewoon. Echt. Bij Vlagen, zeker. Ja. Ja. We doen het gewoon heel goed tegen Geel Zwarten. Ja, dat, ja, dat is het gewoon. Al speelden ze in het wit. Ja. Ja, nee. Dat is ook nog een dingetje. Ja, nou ja, ik had het inderdaad aan de KNVB gevraagd. En een club moet het shirt waarin ze spelen, moet ze vooraf toe mailen aan de KNVB. Dan gaat de scheidsrechter van dienst, in dit geval Bas Nijhuis, vanaf het computerscherm beoordelen, kan dit. Qua kleur is het voldoende onafscheiden. Nou, hij had geoordeeld, dit is genoeg verschil. En dan volgt een dubbele check nog in het stadion. Nou ja, toen heeft hij weer gezegd, dit kan wel. Ja. Ja, en toen de KNVB zei na afloop. Ja, toen bleek inderdaad dat op televisie en vanaf de tribune dat het niet heel prettig kijken was. En had Vitesse misschien toch wel beter in zwart-geel moeten spelen. Ja, ik vind het nogal wat, zeg. Dat zie je toch. Het lijkt mij niet zo ingewikkeld. Het is toch geen hogere wiskunde, zeg. Nee. Nou ja. Ik dacht ook altijd dat het gewoon een regel was dat de twee primaire kleuren van het shirt niet hetzelfde mochten zijn. Het komt uit de tijd dat er zwart-wit televisie was, nog steeds eigenlijk. En dan bij het zwart-wit is het helemaal moeilijk te zien. Ja. En vandaag de dag kan je het gewoon ook wel Nijhuis even opletten. Geel en rood is ook iets anders, weet je, toch? Ik moet zeggen, ik gedurende de wedstrijd wende ik er zelf wel aan. Ja. En ik had ook niet echt het idee dat ik zie op het veld er heel veel last van had. Nee. Zeg maar. Nee. Hebben we nou een topduel? Want daar probeerde ik net ook naartoe te komen. Met nummer 1 tegen nummer 4. Of ervaren jullie dat niet zo? Ja, subtop. Subtopper. Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind het lastig in te schatten. Ik zou er niet het label topper op plakken. Nee. Maar van onderschatting mag ook absoluut geen sprake zijn. Nee. Precies dat eigenlijk, ja. Nee, maar ik heb wat dat betreft wel het idee dat het juiste knopje om is gegaan bij deze ploeg. Zeker, ja. Ja, ja. Volgens mij is Ron Jans is zeg maar anderhalf jaar terug begonnen en die is echt met helemaal niks zo ongeveer begonnen. Ja. Er waren geloof ik nog 8 spelers over en zat er nog een materiaalman die 24-7 op de club was. Dit is overdreven, de laatste. Maar toch, even voor het beeld, zeg maar. En hij heeft natuurlijk dat team en die selectie naar zijn hand kunnen zetten, langzamerhand. En volgens mij is het ook echt een hele goede trainer, lijkt mij. Hè? Nee, het is geen topper. Laten we dat alsjeblieft niet zeggen. En laten we even Roy in gedachten nemen en even de zienswijze van Roy hierop loslaten. Dit moet Ajax gewoon winnen. Ja, maar Vitesse was natuurlijk ook gewoon een ploeg die rond diezelfde positie op de ranglijst staat. Ja, dus in dat opzicht, en daar was je uiteindelijk met 5-0 overeen. Die wil niet zeggen dat zondag ook gebeurt. Maar ik denk dat het inderdaad wat ver gaat om dan te zeggen, dit is echt een topper. Nee, uiteindelijk moet je hem gewoon winnen als Ajax zijnde. Heb je helemaal gelijk. Nou, we hebben daar ook nog een speler rondlopen. Tja. Je zou het bijna vergeten. Hoe is het met hem? Luister maar. En dan er komt het moment dat je het veld weer op mag.
Hoe was dat voor je? Ah, kippenvel. Kippenvel, dat is gewoon niet te beschrijven. Dat is alle werk die erin hebt gestopt. Is mede ook voor zo'n moment. Natuurlijk ook voor de eerste minuten weer in het stadion. Maar dat is ook voor zo'n moment. En dat is gewoon lekker. Dat je gewoon weer one of the guys bent. En je kan gewoon weer doen waarvoor ik hier ben. En dat is gewoon heel fijn. Het is niet wie ben jij dan? Maar het lijkt er wel een beetje op. Wie was dit, lieve collega's? Kick Piri. Yes, yes. Spreek je dat zo uit eigenlijk? Kick Piri. Ja. Piri. Kick Piri. Ja. Ja. Nou, ja, fijn voor de jongen. Ja, dat is ook zo. Maar een contract tot juni 2024 nog. Ja, ja, Ajax. Leuk. Gaan we die hier ooit nog terugzien? Nee. Denk het ook niet, hè? Nee. Hè? Volgens mij heeft hij dat zelf ook al lang en breed door. Ja. Maar wij lieten zijn naam net voor de opname even vallen. Maar er moet wel heel veel vertrouwen dan zijn geweest in die jongen dat zijn contract tot 2024 loopt, of niet? Ja, weet ik niet. Ja, op dat moment. Op dat moment wel, ja. Toen hij bij Heerenveen vandaan kwam, dacht ik van, nou ja, okay, dit kan er wel even eentje worden. En zo heeft Ajax natuurlijk eigenlijk, houden ze er hooguit 50% van die jongens die dan komen, blijft überhaupt nog. En eens. De rest wordt dan doorgestuurd naar de uitgang, ja, helaas. Zo gaat het. Maar dat moet ook als je op echt topniveau wil presteren, volgens mij. Maar goed, rugblessure, een half jaar moeten revalideren. Dus we gunnen hem het allerbeste. Over de ziekenboel gesproken. En Medisch Centrum West is bijna klaar, hoor. Maarten Stekelenburg liet weer van zich horen. Nou, ik kreeg in de voorbereiding wat last van mijn heupblies eigenlijk. En goed, dat ging een beetje op en aan. En het werd eigenlijk steeds erger en kwam steeds vaker terug. En ik heb de eerste 4 wedstrijden nog gespeeld van de competitie. En ja, goed, uiteindelijk werd het steeds erger. En toen zijn we onderzoek gaan doen in het ziekenhuis. En toen kwamen we erachter dat er heel veel stuk was in mijn heup. En ja, dat ik geopereerd moest worden. Want doorgaan kon ook niet. En dan krijg je natuurlijk een prognose. Ja, en die was niet heel rooskleurig, nee. Dat pianomuziekje deed het hem wel. Dit wilde ik ook zeggen. Toch, Lee? Ja. Het is heel sneu voor Stekelenburg, maar dit muziekje maakt het nog wel even extra depressiever. Ja, jumig. Maar goed, hij verwacht ook dit seizoen niet meer echt in actie te komen. Gaat Maarten Stekelenburg nog keeper, denken jullie, überhaupt bij Ajax? Ja, dat is geen idee, joh. Nee, dat weet ik niet. Ik denk het eerlijk gezegd van niet, maar... Nee, als pas weer fit blijft. En je denkt ook met die filosofie richting volgend seizoen dat je waarschijnlijk toch niet met twee oudere keepers door zal gaan. Dat er waarschijnlijk toch wel één Ik denk dat je er wel vanuit mag gaan dat Ajax deze zomer de transfermarkt opgaat voor een keeper. Gorter heb je natuurlijk nog bij Jong staan, die ze ooit hopen door te schuiven. Ja, maar die zou je toch ook een keer moeten gaan testen? Ik denk dat het tijd wordt dat Gorter onder druk wordt gezet. Op wat voor manier dan ook. Nou ja, dat zal dan wel een keer moeten. Je kan niet het nieuwe seizoen ingaan met Gorter, terwijl je niet weet of. Nee. Ik ben benieuwd ook wat er met Pasveer gebeurt. Hij doet het natuurlijk al het hele seizoen boven verwachting goed. Zeker. Ga je daar het volgende seizoen mee door? Of ja, ik heb er geen idee. Zijn contract loopt in ieder geval nog een jaartje door, toch? Ja. Ja. Dus. Ja. Nou goed, als Pasveer geblesseerd raakt, is het wel meteen heel erg precair, of niet? Ja. Gevoelig. Aan de andere kant, volgens mij is Gorter geen verkeerde keeper. Nee. Hoor. Alleen dan wordt hij in één keer voor de leeuwen gegooid. Maar dan moet hij op Champions League. Ja, ik kan me toch voorstellen dat Ten Hag, hè, ondanks dat we dat misschien vloek in de kerk vinden, stel dat Pasveer eruit raakt. Ja, dan loopt Onana er ook gewoon nog steeds rond. Dus ik denk dat Ten Hag hem er dan gewoon in gooit. Wou ik net zeggen, als je naar Ten Hag kijkt, denk ik dat hij voor Onana kiest. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, dat zou echt heel goed kunnen. Maar is hij geconstateerd in het stadion en zo? Ik heb hem nog niet gezien. Hij is nog niet terug, nee. Nee. Ja, dat is dan wel weer apart. Nou heeft alleen natuurlijk ook een paar dagen vrij gekregen. Maar na de Afrika Cup. Nee. Voor hem was het best wel een klap natuurlijk zo in eigen land allemaal. Maar toch... Ja, hij moet wel fit blijven natuurlijk, lijkt me. Dus hij zal vast zich weer melden. En dan is dat natuurlijk de reserve. Ja. We zien het wel weer. 1/3, maar er gaan geluiden op. 1/3 in het stadion, 1/3 gevuld stadion met publiek. En er gaan geluiden op in Den Haag dat er dinsdag een persconferentie is. Nou, die persconferentie is die er. Die is er, die persconferentie is er. En daar gaan nu al geluiden op, want zo gaat het nu. Het wordt eerst in de Tweede Kamer besproken, blijkbaar, wat het beleid gaat worden. Vervolgens is het kabinet, dat gaat een besluit nemen en doet ook het OMT er nog bij. En vervolgens mag Kuipers het gaan uitleggen als minister, zeg maar. Dus dat is dan dinsdag inderdaad. Maar daar wilden de clubs en ook het supporterscollectief het niet bij laten zitten, volgens mij. Nee? Dus vandaag waren ze in Den Haag.
En dat is grappig, want het gaf een prachtig beeld. Floris, je hebt er ook een update over getikt. ja, toch? Ja, alle, of nee, niet alle, maar heel veel mascottes uit het betaald voetbal, die togen naar, die namen het Binnenhof over. Dus Lucky liep daar rond natuurlijk. Groby van Groningen, Ali de Aap, nou ja, noem het maar op. En die, die ging daar ballen uitdelen op een ludieke manier, om daar het hashtag stadions vol onder de aandacht te krijgen. En de mascotte van PSV, die had volgens mij een functie elders, of niet? Ja. Ik zag iemand die photoshopte het plaatje wat wij hadden gedeeld met alle mascottes. En PSV was er toch bij aanwezig en die had Calimero erbij gefotoshopt. Nou, humor om te lachen. Den Haag FM was er ook. En collega Herjan Pullen, die was er namens het supporterscollectief, was er ook aanwezig. Ik zag ook net de mascotte van Ajax eigenlijk, waar normaal rivaliteit is, hè, in de stadions. Het lijkt het hier allemaal heel gemoedelijk. Dan gaat de bal nog een keer. Herjan Pullen van supporterscollectief Nederland. Het is best wel een gemoedelijk samenkomen zo. Zeker, en dat is ook de bedoeling. Gezamenlijk te strijden voor volle stadions. En dat doen we met z'n allen. Nou, daar heeft Herjan natuurlijk helemaal gelijk in. Het kan de goede kant op gaan in een geruchte hoek, zeg maar. Hè? Dus de geluiden zijn dat het straks weer volle stadions zijn. Ja, die geluiden zijn er en die adviezen zijn er en die geruchten zijn er. Maar laat het eerst maar gewoon heel hardop gezegd worden. Ja, en daarom is het ook goed dat ze daar... Want je maakt natuurlijk wel een heel grappig statement en het trekt heel veel aandacht. Er is ook heel veel pers bij, dus dat is heel goed en heel erg terecht. Het lijkt me wel te gek. Want wanneer zouden wij dan weer met z'n allen mogen... Qua thuiswedstrijd bedoel je? Ja. Volgens mij wachten hierna twee uitwedstrijden. Weer twee Goat Eagles. En dan volgens mij thuis RKC. Ja. RKC. 6 maart uit mijn hoofd? Ja, 6 maart. Klopt. En dan is natuurlijk Benfica interessant. Ja, dat is helemaal... Dat is de grote vraag. Hè? Dat is de grote vraag. Die vraag krijgen we op socials al heel vaak gesteld. Ja, van wat gaat er gebeuren met de kaartverkoop voor Benfica thuis? Ja, daar zijn de mensen natuurlijk heel nieuwsgierig. Volgens mij heeft iedereen sinds het moment dat we wisten dat Ajax ging overwinteren in de Champions League die datum met rode veldstift omcirkeld in de hoop dat de stadions dan weer helemaal open zouden zijn. Maar ik wil gewoon RKC thuis ook volle bak, hoor. Zo moet het zijn. Hè? Gewoon all the way. Wie weer ook all the way is, de mascotte Lucky was natuurlijk ook in Den Haag, heel goed. En blijkbaar heet die van Den Haag heet Storkie, dus ik kom ook nog even aan het woord. Ja, van Den Haag FM moet ik natuurlijk heel even naar onze eigen Storkie lopen. De ooievaar, de gezellige ooievaar met het groen-gele shirtje van Cars Jeans. Dag Storkie. Goedemorgen. Goedemorgen. Chickie, kun je Storkie een beetje goed horen? Ja, zeker. Nou... Storkie praat. En hoe kan je je radio-anchor Chicky noemen? Dat vraag ik me ook af. Deze tijd ook. Ik vind het een grove schande. Het is wel mooi dat hij praat. Zo is er volgens mij ook een beeld van Koempeltje. Dat is de mascotte van Rode JC. En daar is ook zo'n beeld van. Die heeft dan zijn dingetje als mascotte gedaan. Die zit dan in de catacombe van het Rode JC staan. En heeft hij zijn grote kop afgezet. En dan zit die peukje erover. Vind ik zo mooi. Schitterend. Heb ik het in een podcast al een keer verteld? Van Harry Nack? Of niet? Alsjeblieft nog een keer. Harry Nack deed heel erg zijn best. En de grap van Harry Nack was voor de wedstrijd altijd even een zijlijntje vegen. Maar Harry Nack ging op een gegeven moment op zijn knieën zitten. En iedereen was aan het klappen en aan het schreeuwen en aan het doen. En Harry Nack ging opeens niet meer bewegen. En wat bleek nu? Harry Nack had dus een hartaanval gehad. Nou, weet je, het is verschrikkelijk, maar Harry Nack kwam op een brancard terecht, maar had wel zijn kop op zijn hoofd. Dus het zag enorm kolderiek uit. Harry Nack, als het jou betreft, alle sterkte nog steeds. En ik hoop dat het hele idee was natuurlijk dat het hele stadion dacht dat het bij de acte hoorde. Ja, natuurlijk stond allemaal iedereen stond op de banken. Dat duurde ook gewoon 5 tot 10 minuten. Het was een beetje Tommy Cooper. Ja, precies. Scheidsrechter zei, we gaan nog even niet het veld op, want dit gaat helemaal goed. Ze staan op de banken, wacht nog heel even. Ja, maar goed. Verder is het zo dat we natuurlijk de Wie ben jij weer hebben, beste mensen. We hebben een winnaar van de vorige keer. En die was echt moeilijk. Die was echt moeilijk de vorige keer. Maar het was Arnold Scholten die we hoorden. Nou, dat had ik niet geweten. Nee, had je niet geweten. Maar hij vertelde iets over de Champions League en zo. En dat heeft hij natuurlijk wel. Hij heeft Europees echt grote wedstrijden met Ajax gespeeld. Niet alleen in 87 heeft hij die finale gespeeld van de Europa Cup 2. Maar hij heeft ook gewoon Champions League gespeeld met Ajax toen hij weer voor de tweede keer terugkwam. Ja, uit bij Glasgow Rangers maakt hij de enige doelpunt volgens mij. Ja, klopt ook. Dus het is echt wel een jongen die lang bij Ajax heeft gevoetbald ook. Stan Steegs, gefeliciteerd. Jij was eigenlijk met nog iemand anders, hadden jullie echt het goede antwoord. Jullie vonden het ook allemaal heel moeilijk.
Nou goed, we hebben ook weer eentje nu. Je kunt een boek winnen. Waarom heb ik nou een boek gepakt? Wat wij nu gaan doen, is we hebben een hele mooie Ajax-bibliotheek met af en toe ook reserve-exemplaren. En er zitten echt pareltjes bij waarvan wij denken, die hebben we ooit gelezen, maar die gaan we gewoon voor jullie als prijs ter beschikking stellen. Nou, nu is het zo dat Ajax over het algemeen ook wel naar Barcelona kijken een beetje. En ook voetballiefhebber zijn in algemene zin. En wil jij nou weten hoe het nou komt dat de club daar in zulke problemen zit zoals ze nu zitten, dan moet je dit boek lezen. FC Barcelona, Het Imperium van Simon Cooper. Die stellen we zomaar even beschikbaar voor de mensen. En dan moet je dus wel luisteren naar wie deze Ajaxiet is. Who are you? Ik was eigenlijk in een weddenschap met een vriend van mij. Die was met een boek bezig. En er werd aan mij gevraagd ook voor een boek. En toen zaten we een beetje dol. Ik zei, ja, maar ik verkoop het toch zeker meer dan jou. En toen hebben we een weddenschap gedaan. En toen ben ik toch maar dat boek gaan schrijven. Ja, luister eens even. Het hele orkest hebben we nu even teruggestuurd naar huis. Even. Die stonden net te vroeg in de aanslag om de eindtune te doen. Voor de verwarring, om de verwarring wat minder te maken, ga ik hem nog één keer instarten. Who are you? Ik was eigenlijk in een weddenschap met een vriend van mij. Die was met een boek bezig. En er werd aan mij gevraagd ook voor een boek. En toen zaten we een beetje dol. Ik zei, ja, maar ik verkoop het toch zeker meer dan jou. Toen hebben we een weddenschap gedaan en toen ben ik toch maar dat boek gaan schrijven. Ik vind hem niet zo moeilijk. Ik denk dat ik het ook weet. Ja, maar ja, ja. Nou, goed. Ik ga het nog eens even wat makkelijker maken. We hebben het over Barcelona gehad. Nou, die connectie zit er ook wel een beetje in, om het te zeggen, zomaar te zeggen. Dus dat, nou we hebben de agenda bekeken ook, hè, deels. Waar moeten de mensen een antwoord naartoe? Ja, dat is altijd wel goed. Laten we doen redactie@svajax.nl. Je naam invullen, lidnummer en postcode. En het goede antwoord, want anders kom je er natuurlijk ook niet. En vervolgens maak je kans op dit echt wel goed geschreven boek van Simon Cooper. We hebben weer een pubquiz. We krijgen weer het perspectief, zeg maar, om naar het stadion te gaan en dan het volle stadion ook weer. Er zijn een hoop goede dingen aan de hand. En toch hebben we nog steeds een beetje buikpijn, zeg ik eerlijk, toch? Van deze hele week, want dit was echt een klote week. Ja, toch? En je weet ook niet, precies waar, of dit het was, of dat er nog meer volgt. Dus. Nee, geen idee van. En wat we toch maar moeten doen, denk ik, is gewoon genieten van wat we op het veld zien. En dat is ook wat het is. Dat is 1-op-1. Dat is gewoon sport. Ja. En daar kunnen we toch wel van genieten, toch? Ja, ja, was de fijnste afleiding die er kon zijn woensdag. Ja, ik heb onverminderd zin in zondag. Ja, zeker. Denk allemaal en tot volgende week, mensen.